Ik zie ook in de chat voorbij komen een vraag van Patrick. Zijn Stroll en Latifi wel goed genoeg voor de Formule 1? Latifi, hele gekke dingen gebeuren daar bij Williams. Ja, er is geen auto in de buurt. En hij vliegt gewoon de muur in. Kunnen die vraag bij hem alvast met nee beantwoorden? Gewoon? Ja, maar ja, hoe zie jij dat? Ja, het draait natuurlijk ook een heel groot deel om budget. Dus ja, dat heeft Williams op dit moment ook hard nodig. Maar deze crashes die helpen zeker niet mee met de budgetcap die ze hebben. Want dan kunnen ze niet investeren om die auto beter te maken. Dus ja, dat gaat ook ten koste van Albon. Ja. Die ja, ook best wel kan laten zien wat hij kan. Australië ja, inderdaad puntje. Op één set banden uitgereden. Ja, ja. Had die regel er niet geweest, dan had hij hem gewoon uitgereden. Ja. Ja, dat was wel super vet inderdaad om te zien.